Middag aan de Maas duikt de geschiedenis in. Vergeten verhalen. We duiken vandaag eens even in de sieraden. Ringen om precies te zijn. Nu zijn ze er natuurlijk in alle soorten en maten. Ooit zijn ze begonnen met het dragen van ringen om de vinger. Iemand moet dat een keer bedacht hebben natuurlijk. Nou, in Rotterdam zijn bij verschillende opgravingen middeleeuwse ringen gevonden. En met Kees Herweijer van het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam gaan we even terug in de tijd. Kees, goedemiddag. Dag Marcia. Al eerder dan in de middeleeuwen dragen mensen al een ring, hè? Maar dat zijn geen burgers dan. Nee, dat zijn geen burgers. Aanvankelijk zijn het vooral wel in de middeleeuwen koningen en hoogwaardigheidsbekleders van de kerk, zoals een paus of een bisschop, die een ring dragen. Beetje de chique. Ja, de chique mensen zijn dat. En gezagsdragers vooral. En dan ergens in de 13e eeuw gaat ook de adel en de betere burgerij, die gaan ringen dragen. En in navolging van de koningen. Oh ja, dan horen ze daar ook een beetje bij. Horen ze erbij, ja. En er zit ook in die tijd een soort bijgeloof bij, hè? Ja, het zijn vaak dan echt kostbare ringen met edelstenen. Dat zijn dan echte edelstenen of half edelstenen. En aan die edelstenen werd bijgeloof gehecht. Zo dacht men bijvoorbeeld dat als je een ring had met een diamant, dat je dan extra veel moed had. Een amethyst beschermde je bijvoorbeeld tegen hekserij. Oh. Een turquoise voorkwam dat je van het paard afviel bij het paardrijden. Dat gebeurde nogal eens natuurlijk bij edelen. Was natuurlijk het vervoermiddel van die tijd. Ja. Zeker. Oh jeetje. En de magische kracht ook, geloof ik? Ja, er waren ook ringen met inscripties. En daar werd dan Jezus of Maria op genoemd. En men hoopte dan dat Jezus of Maria je dan weer beschermde tegen allerlei onheil. Dus dat was echt wel een belangrijk dingetje. Dat hoorde bij het sieradenring aan je vinger in die tijd. Jazeker. En wanneer ging het gewone volk dan? Het gewone volk gaat pas eigenlijk vanaf het begin van de 15e eeuw massaal ringen dragen. En dat zie je wel vaker, dat dingen die eerst door de adel en dergelijke gedragen worden, dat dat uiteindelijk bij het gewone volk belandt. Maar dan in goedkopere materialen. Dan wordt het niet meer goud en zilver, maar vaak zijn het dan koperlegeringen zoals messing of brons. En ook soms wel tin. En dan zijn het geen dure edelstenen, maar kleine stukjes geslepen glas of in ieder geval half edelstenen. Ja, dat heb je nu natuurlijk ook nog steeds. Je hebt diamanten en je hebt zirconiaatjes. Ja, dat is toch zo. Hey Kees, en wij weten dat natuurlijk allemaal omdat jullie altijd onderzoek doen in de bodem en daarbij van alles bovenhalen. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien wat er dan allemaal uit de grond kan komen. Vinden jullie vaak ringen in deze omgeving? Nou, vaak kun je eigenlijk niet zeggen. Wij hebben bij het spoortunnelonderzoek, de tunnel loopt dwars door de stad, hebben we ongeveer 30 ringen gevonden over een grote afstand. Mm-hmm. Maar wat wel speciaal is, bij de Markthal hebben we ruim 40 gevonden. Oh, dat is een veel kleiner gebied. Dat is een veel kleiner gebied en hebben we veel ringen gevonden. En zitten daar dan ook van die pareltjes bij dat je denkt, wow. Ja, het waren voornamelijk eenvoudige ringen, imitatie gouden ringen, dus in goedkoop materiaal gemaakt, zoals messing, wat ik net al zei. Dus dan ga je ervan uit dat toen daar voor het grote deel gewone mensen woonden? Dat vermoeden we wel, maar er zal toch ook wel een enkele rijker tussen gezeten hebben. Want een van de topvondsten was een prachtige gouden ring met hooggezette edelstenen erin. En dat waren een turquoise en een amethyst. En het was een ring die fors van maat was. Waarschijnlijk is die door een man gedragen. Prachtig stuk. Echt een heel bijzonder. Ja. Echt goud ook. Echt goud. 22 karaats. En dat moet toen ook al een dure ring geweest zijn. En over welke tijd zal dat dan gaan? Hij dateert uit de periode 1450-1475. Zo. Ongeveer. Ja. Wat bijzonder. Die is dus bij jullie in het depot, denk ik. Die ligt op een heel speciaal plekje in het depot. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, en er worden ook ringen, heb ik begrepen, gevonden met inscriptie, hè, zoals we dat nu ook hebben. Ja, we hebben een ring, die is van iets latere datum, namelijk uit 1572. En dat is een trouwring met inscriptie. Dus toen al trouwringen? Toen al trouwringen. En wat staat erin? En wat staat erin? Er staat in Anna Boenendochter en Jan Ariaans zoon, 1572. En het is een platte band die spiraalsgewijs gewonden is in drie windingen. En aan het eind zit dan wat bladmotief. En het is echt een prachtige ring om te zien. Ook weer echt goud? Hij glimt, echt goud. Ja. Uit 1572 weet je zeker, want het staat erin. Het staat erin. En weet je dan ook meer over die Anna Boenens dochter? Ja, nou, we zijn Anna Boenen en Jan Ariaans zoon natuurlijk op gaan zoeken in het archief. Daar hebben de collega's van het gemeentelijk archief
bij geholpen. Ja. Nou, dat was geen eenvoudige taak, want 1572 is nou eigenlijk net te oud om persoonsgegevens eenvoudig terug te vinden. Er zijn geen trouwboeken uit die tijd bijvoorbeeld. Er is wel een oud notarieel archief en een strafrechtelijk archief. Er is een burgerweeshuisboek. Daar kun je wel namen in terugvinden. Nou, en wat blijkt nou? De ring was gevonden bij de huidige Mariniershof. En dat was vroeger de Kipstraat en de Kipsloot. En er blijkt in 1624 een Anna Boene in de omgeving van de Kipsloot te wonen. Daar wordt ze genoemd. In verschillende stukken komt ze voor in verband met allerlei bakkers en transacties met bakkers. Koekenbakkers vooral. Oh. Nou, toen is men verder gaan zoeken bij de bakkers. En er blijken dus Jan Ariaanszonen te zijn. Maar dat zijn er enkele. En dat zijn bakkers. Oh, dan klinkt dus het wel logisch. Dan zou je al denken van die twee moeten wat met elkaar te doen hebben. Ja. Alleen kunnen we dat niet echt bewijzen. Want toen is men in het gildearchief van de bakkers gaan zoeken. Dat is iets aan de oude kant. Maar bij de namen bleek dat een paar bladzijden uit het archief gesneden waren. Men had blijkbaar perkament nodig om een of ander boek te repareren. En precies de naamlijsten waren verdwenen. Dus uiteindelijk hebben we deze twee mensen niet aan elkaar kunnen linken in de archieven. Nee. Dus we hebben haar ring. We hebben de ring. We weten met wie ze getrouwd was. We weten wie de ring aan de vinger geschoven heeft. Ja. En dat was Jan. Dat was de Jan. Maar verder is er niks officieel van deze mensen bekend. Nee. Jammer, hè? Maar je kan er wel een mooi verhaal bij bedenken. Het waren bakkers in de omgeving van de Kipstraat. Dat zou kunnen. Dat is niet bewezen, maar ik vind het een mooi verhaal. Precies, ik geloof je. Wat ik ook wel heel speciaal vind in die tijd is eigenlijk dat de vrouw dus de ring kreeg van de man. Ja. En de man droeg geen ring. Oh, ik wou net zeggen, dat is nu toch nog steeds, maar... Dat ging volgens een bepaald ritueel. De man schoof eerst de ring langs zijn duim, langs zijn wijsvinger, langs zijn middelvinger. En dan werd hij, met het uitspreken van een bepaalde spreuk, werd hij bij de vrouw aan de ringvinger geschoven. En daarmee werd zij eigenlijk afhankelijk van de man. Het was ook een teken van, je bent van mij, je bent bezet. Ze werd een soort geketend door die ring. Ja, omgedraaid. Stel dat de man vroegtijdig zou komen te overlijden. Dan had zij hiervoor nog een gouden ring om te verkopen. Dus uiteindelijk was de vrouw toch de winnaar in het hele verhaal. Heel goede draaikees is dat. Wat een ontzettend leuk verhaal. En die gouden ring van die Anna Boene. Ja? Is dat nou echt een heel uniek stuk? Dat is een heel bijzonder stuk. Het is eigenlijk een unieke ring, maar er is er nog eentje in het Rijksmuseum. Die lijkt er heel sprekend op. Is één winding extra. Onze ring heeft 3 windingen. De ring in het Rijksmuseum heeft er 4. Er staat ook een naam op gegraveerd. Daar is het Aalgen Jans en Volken Lamberts. Nou, dat zijn 2 lieden die ergens gewoond hebben. We weten geen eens waar. De inscriptie lijkt sprekend op onze inscriptie. Dus het is waarschijnlijk door dezelfde man gegraveerd. En ook de sterretjes die ertussen staan zijn hetzelfde. En de bladmotieven zijn hetzelfde. Dus wij vermoeden dat deze 2 ringen uit het Rijksmuseum en uit de collectie gemeente Rotterdam Boor, dat door hetzelfde atelier gemaakt is. Ja, in de periode zo 1572. Ja. Wat bijzonder, een hele unieke ring is dat dus, die jullie in de collectie hebben. Er zijn er maar 2 van in Nederland en die andere ligt in het Rijks. Ja, zo is het. Prachtig verhaal. Kees Herwijer van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. Dank je wel. Ja, graag gedaan.